Dank u wel, excellentie. Dames en heren, ik presenteer u de nieuwe gramang of het groot opperhoofd der Saramatanes. Gramang Albert Adilimo Adolconi. Met dit moment gaat de regering vanuit dat er een einde gekomen is aan een zeer intensief dispuut van de afgelopen 4 jaren. Wie nou eigenlijk de gramang van de stam der Saramacanes is. We luiden een nieuw tijdperk in, waarbij we alle partijen die meenden ook recht te hebben op het gramanschap, samen en onder leiding van de gramang te werken aan de weghalen van de achterstand van de afgelopen 4 jaren van het volk der Saramacanes. Ik denk dat ik van hieruit de andere groepen alvast wil uitnodigen om samen te komen, dat we het samen kunnen doen. Ik wil hierbij ook mij verontschuldigen aan hun. Vergeving vragen. We hebben harde woorden naar elkaar geslingerd. Zoals we allemaal weten, woorden doen meer pijn dan een kofu. Uit het diepste van mijn hart wil ik bij deze de president, de minister vragen om ons bij te staan bij onze poging om de vrede wat we vroeger in het Saramaca-gebied hadden terug te brengen. Ik beloof hierbij tegenover de totale Surinaamse gemeenschap dat ik mijn uiterste best ga doen en als het aan mijn kennisniveau zou liggen, dan mogen we ervan uitgaan dat zeer binnenkort dat het Saramaca-volk weer één gaat zijn.